Hallo allemaal en welkom weer bij deze tutorial. In deze tutorial ga ik jullie twee dingetjes uitleggen. We gaan in deze tutorial uitleggen hoe je een stopping marker gaat gebruiken zoals je in de video net zag. Dat de treinen mooi op een bepaald punt op het perron gaan stoppen. En als een bonus ga ik jullie even snel nog leren hoe je natuurlijk een scenario marker plaatst. Nou, dat heb ik al een keer in een eerdere tutorial laten zien, maar ik wil het er nog een keertje doen. Dus ik zou zeggen, let's go! Goed, als men een scenario maker wil plaatsen, ga je eerst vanaf de plek waar je begint, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld de Zuidwest versie gemaakt. Dit is trouwens een beta versie 1.9 die ik van Jeroen als exclusief iets heb. Oorspronkelijk start je namelijk in Vlissingen. Met al je scenario makers, zeg maar. Maar als je bijvoorbeeld begint zoals wij hier in Breda, is dat natuurlijk niet handig. Want dan wordt alles natuurlijk eerst de Vlissing ingeladen en dan pas de plek waar je begint, bijvoorbeeld in Breda. Nou, om dat te voorkomen is, kan je op die map klikken. Dan zie je hem ook verschuiven, dat doe je met Ctrl en dan gewoon met je linkermuisknop. En dan kan je hierboven, kan je dan op play klikken en dan zie je dat de coördinaten veranderen. Kan je rechts klikken en dan zie je dat je ergens geland bent. Nou, in dit geval zijn we in de achtertuin van het station. En daar zijn we dan weer. Goed, dat is in ieder geval een kleine plek hoe je, of een kleine manier hoe je dingen verplaatst. Om natuurlijk de tutorial voor de stopping marker te gebruiken, ga ik hier eerst eventjes een marker plaatsen om natuurlijk dat scenario te maken. Nou, in dit geval pak ik een standaard scenario. Voilà, klik erop en nog niet loslaten, want dan ben je meteen kwijt. Eerst ga ik hem plaatsen waar ik hem wil en laten we hem mooi eventjes tussen de sporen inzetten. Voilà. Dan vraagt hij natuurlijk of je het wil opslaan en dat gaan wij dan ook zeker doen. Nou ja, goed, als ik dat eenmaal heb gedaan, dan zie ik jullie zo meteen terug bij dit scenario. Goed, ondertussen is alles in dit scenario ingeladen. En dan kunnen wij verder gaan met in dit geval de stopping marker. Maar voordat we doen, ga ik deze eventjes dit scenario stopping noemen. Beestje moet een naam hebben, de rest dat broeit allemaal niet zoveel in dit geval. Als je scenario gaat maken, is dat wel belangrijk om even in te vullen. Vergeet vooral ook niet de tijd natuurlijk. Want dat hebben wij als scenario spelers toch wel eens moeite mee. Maar goed, dat is een klein detail. Goed, nou zijn we uiteindelijk in dit scenario. En omdat we gaan maken de stopping marker, ga ik eerst eventjes wat treintjes erbij pakken. Dus dat gaan we doen door middel van eventjes op deze te klikken. En dan gaan we naar, in dit geval ga ik Chris de treintjes erbij pakken. Even kijken, niet te ver. Ja, hier. Oké, pakken we ook even meteen 186 erbij. En dat pakt, dan kunnen we natuurlijk ook eventjes de rest erbij. Kan eventjes duren. Ligt een beetje aan hoeveel materieel je natuurlijk hebt. Goed, wij gaan een stopping marker plaatsen. Goed, anyway. Hoe gaan we dat doen? Nou, je hebt hier aan de linkerkant een soort sign staan. Een ouderwets arm sign. Heet ook wel track infrastructuur. Leuk woord voor Scrabble. Maar goed, dat tezijde. Als je daarmee op klikt, dan krijg je een hele lijst. In dit geval begint het met Koa. Nou, klik er eentje aan en drukt op de S van Stopping Point in dit geval. De Stopping Point, dat is eigenlijk de Stopping Marker, of hoe je het wil noemen. Je pakt men en dan zie je een soort, ja het is een beetje moeilijk te zien, maar een soort luidspiekertje, zeg maar. Die gaan wij in dit geval op dit spoor plaatsen. En bij Breda hebben we het voordeel dat er baknummers staan. Of bakbordnummers, hoe je het ook wil noemen. En ik ga hier een zesdelige trein laten binnenkomen. Zeg ik goed? Nee, laat ik een achtdelige trein pakken. Gewoon omdat het kan. Nou goed, laten we een dubbelverm daarvoor pakken bijvoorbeeld. Nou goed, om dat te doen, dan gaan we hem, voordat je hem gaat gebruiken, eerst even op tab klikken. Dan zie je al meteen dat hij automatisch linkt aan een spoor. Nou goed, dan klikken we met de linkermuisknop erop. Dan krijg je deze pijltjes. Nou ja goed, in dit geval maakt het nog niet zo super veel uit. Ik kan hem ook een dieke plaatsen, maar dat maakt niet echt veel uit. Het belangrijkste is dat je die pijltjes op het spoor zet waar je zeg maar je trein wil laten stoppen. Nou, in dit geval klik je erop, dan krijg je nog een keer een pijltje. En dan is hij klaar. Als dat eenmaal gedaan is, dan klik je nog een keer op het hoorntje. En ik ga deze eventjes op die zetten, want dat vind ik zelf wat fijner. Dan kan je nog steeds met deze spelen. Stel hij staat in de verkeerde richting, geen probleem. Hou shift in en dan gooit hij hem de andere kant in. Dus hiermee kan je heel mooi omzetten. Hou wel rekening mee dat je dan ook eventjes je luidspiekertje nog even omdraait, want anders kan je misschien in de verwarring komen.
Maar je moet altijd zorgen dat deze pijl altijd in de rijrichting staat. Nou goed, anyway. Dit is ook belangrijk dat je er op een plek staat waar een stoppingmarker is of een platformmarker. Anders gaat het sowieso niet goed werken. Je kan overigens wel, als je hierop klikt, even kijken, dacht ik, ja, inderdaad. Nog wel wat dingetjes inzien. Stopping point 1 is dit geval. Je kan hem ook een andere naam noemen. Veel plezier ermee. Nou, dat is in ieder geval 1. Laten we er dan ook nog hier eentje neerzetten. Gewoon omdat het kan. Kijk jullie ook mooi het te laten zien wat ik precies mee bedoel. Ook hier, weer klik, klik. En voilà, hij is klaar. Meer is het eigenlijk niet voor het plaatsen. Wat we eigenlijk nu alleen nog mogen doen is onze treinen bij te pakken. Laat ik dat niet al te ver gaan pakken, maar gewoon hier. Zoals ik zei, dubbele firm. Sinds de nieuwe update van Chris zouden ze onder de CT moeten gaan staan. En daar staan ze. Jazeker. Laten we in dit geval een 2 dubbele firm pakken. 2 viertjes. Veel plezier. Goed, laten we die hier plaatsen. Ik vind het mooi. Driver erop. Hoppakee. Goed, en nou komt de clue. We hebben een driver gegeven, dan ga je hier naar timetable to view. En dan zien we onze service 1 hier. Nou, je kan het allemaal een naam geven. Ondertussen neem ik aan dat jullie dit wat weten. En zoals je ziet, zie je ook ondertussen op de map het stopping point staan. Nou goed, wij willen natuurlijk die firm op deze stopping point laten staan, want het is een achtdelige firm in dit geval. Dan ga je daar als gewoon normale pack of passenger instructie, dus in ieder geval gewoon een... om pas eens te in laten stappen. En normaal gesproken doe je dat dan op het spoormarker. Maar in dit geval doe je het op de marker. Dus echt op de stopmarker. Dan zie je meteen ook dat hier de S staat voor scenario niveau. In dit geval. En dan stopping point 1. At platform Breda spoor 5. Normaal had je dan Breda spoor 5. Nou, in dit geval heb ik de stopping point. Dus nu zou die trein op deze marker moeten gaan stoppen. Zo. En dan doen we ook meteen eventjes hier een 186 erbij zetten. Gewoon omdat het kan. Dan weet ik even niet precies waar die ook weer staat. Ach, weet je wat? Laten we deze pakken. Oh, wacht. Ik heb de rijtuig nog niet geactiveerd. Dat is niet echt slim van mij. Nou, laten we ons maar gewoon een normale pakken. Kunnen we deze pakken? Ja, we kunnen deze wel pakken. Zo. Oh. Lekt een beetje met inladen, maar dat maakt niet uit. Nou, pakken we die maar even. Hoppakee. Pakken die er ook bij. Doe ik daar, doen we eventjes een timetabled opdrachtje bij. Ik weet even niet precies hoe lang dat ding was. Volgens mij was Benelux, dus dat is niet helemaal dezelfde lengte als ik eigenlijk had gehoopt. Maar dat maakt even al geen bal uit. Ook hier doe je weer hetzelfde. Selecteer je die ook weer gewoon op het stopping point. Oh, wacht, moet je natuurlijk al eens even selecteren, Rob. Meestal maak ik veel. Zo. Anyway, die staat nou ook klaar. En om de serie natuurlijk eventjes goed te laten eindigen, plaats ik ook eventjes een... Zo. Ja, ik vind het al prima. Ik kan hem ook wel naar de uitgang laten sturen, maar dat is helemaal niet nodig. Goed. Anyway. Nu hebben we dat gedaan. Het is allemaal vrij basic wat ik hier laat zien hoor. Als dat is gedaan, dan gaan we dus weer gewoon eventjes mooi hier terug naar deze plek toe. Vergeet dit, hier hebben we de stopping point voor de 186 staan. En hier hebben we de stopping point staan voor de firm. Nou, een beetje vreemd dat hij die... natuurlijk die mast weer net in de weg staat. Maar dat maakt niet uit, we pakken hem gewoon lekker zo. Ik vind hem hier wel prima. Nou goed, dan gaan we op play klikken en dan zie ik jullie zo meteen in de video weer terug. Ik hoop dat jullie dit tot nu toe interessant vonden en ik zie jullie graag natuurlijk in een volgende tutorial weer terug. Ik zou zeggen, veel plezier met het maken van scenario's en ja, succes nog. Thanks for watching.